ben Jeffrey, ik kom uit Barendrecht, 16 jaar en ik oefen samen met Steven de sport Luppenkoeren. Ik ben Steven, ik kom uit Maassluis, ik ben 17 jaar en ik oefen ook de sport. Parcours is, het is de bedoeling om zo snel mogelijk met snelle en efficiënte technieken en bewegingen elk object te overwinnen. En, ja, het is de bedoeling dat je jezelf in de omgeving, als je over en over komt met een obstakel, is de bedoeling dat jij in staat bent jezelf te langs te passeren door middel van bepaalde technieken. Je zou het parcours ook kunnen zien als een soort ontsnappingstechniek. En je zal maar in gevaar komen. Je speelt jeugd s'avonds op straat, je komt dronken lui tegen, weet ik van wat. Je hebt de behendigheid om gewoon snel weg te kunnen doordat je getraind bent en snelle en efficiënte technieken hebt. Ja, jij weet met je omgeving om te gaan. Degene die achter je aan zit, die moeten we maar kijken of ze er mee weten om te gaan. Jij kan jezelf verplaatsen waar je maar wilt. Ja, jij kan sneller over de obstakel heen dan dat. Anders dat zou kunnen. Dan komt er overheen, maar jij bent dan al weg. Het is niet gevaarlijk zolang je eigen grenzen kent, zolang je weet waar je mee bezig bent. En wij zijn ons heel bewust van waar we mee bezig zijn. We trainen ook dagelijks. Zolang. Goed weten waar je mee bezig bent, waar je grenzen liggen. Kijken naar de obstakel, ligt het glas, is het scherp, kan je ergens niet openhalen. Daar moet je allemaal gewoon op letten. Veiligheid staat gewoon voorop. Dus als je iets niet kan, doe je het gewoon niet. Soms val je en dan denk je van nou, ik denk dat ik hem even opgehouden dan. Dus het parcours is gewoon zo gevaarlijk zoals je het zelf maakt. Ik ben 2 jaar niet meer naar het ziekenhuis geweest. Omdat je niet wilde of omdat het niet nodig is? Omdat het niet nodig is. Dus zorg dat ik niks doe waarbij ik mijn hele lichaam heb. Ik ga gewoon niet meer. Ik ga gewoon niet meer. Ja. Het verschil tussen parcours en freerun is dat parcours is gebouwd op snelheid en efficiënte bewegingen. En freerun gaat meer voor de show en hoe spectaculairder, hoe beter. En ze passen van alles toe. Allerlei trucjes, salto's, gekke draaien. Ze willen het spectaculair maken en de aandacht van het publiek trekken. Was bij het parcours is dat niet zo. Nee, het parcours is gebouwd, is gewoon de ontsnappingstechniek. Gewoon zo snel mogelijk over een object. En, je moet maar indenken dat iemand achter je aan zit en dat je moet ontkomen. Ja, daar is parcours voor. Dus jij kun jezelf redden. Ja. Ja, het zijn 2 totaal verschillende sporten, terwijl de meeste mensen gewoon denken dat het allemaal bij elkaar hoort, maar dat is het dus gewoon niet. Passie. Ik heb 1 jaar geleden ontdekt. Sindsdien is mijn leven nog echt veranderd.
Ja. Het geeft je vrijheid, het laat je stress vergeten. Ja, je kan gewoon alles erin kwijt. Agressie is gewoon... Ja. Als je gewoon ook op straat loopt, altijd ben je ermee bezig. Je kijkt gewoon om je heen, je ziet overal mogelijkheden waar je gewoon parcours kan toepassen. En ja, het is gewoon een manier van leven.